Oh, hij loopt gewoon weg. Oh. Dus ik ben naar de dokter gegaan. En toen ging ze zo voelen op mijn buik en zo. En toen zei ze van, hey, wil je proberen? Kom dan. Ik ga stoppen met vloggen. Goedemorgen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en de première gisteren was echt super leuk. Wow, dat zei ik zo enthousiast. Ik ben wakker, al een tijdje. Ik ga nu snel even eiwitje nemen voordat ik ga werken. Want ik heb niet zoveel zin in echt te eten en ik weet dat ik het eigenlijk wel moet doen. Maar dat doe ik niet. Nee, deze smaakt nog steeds naar chocolade en naar eiwit hoor. Moet je nou ook nog mijn vitaminepillen nemen en ook nog een medicijn tegen buikpijn. Ja, ik ga me even klaarmaken voor werk en dan ga ik naar werk. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik heb net horen gekregen. Hallo zeg in mijn geen gedag. Oh, hij loopt gewoon weg. Oh, allemaal een dikke staart. What the fuck, joh. Nou, oké. Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik niet hoef te werken. Net. Dus dat is super chill, want ik voel me niet zo lekker. Ik denk dat ik ontstaan moet worden. Dat merkte ik ook aan mijn humeur gisteren. Oeps. Zo, in mijn poging aan te komen. Dit maar even gepakt. Lekker even werken. Ja, ik vroeg me dus af waarom ik vet chagrijnig was de afgelopen dagen. Ik denk dat ik eigenlijk ongesteld zou moeten zijn. Maar ik slik de pil door, dus ik word het niet. Alleen, ik zat even terug te kijken in mijn WhatsApp wanneer ik voor het laatst had gezegd dat ik ongesteld was. Niet dat ik dat aan iedereen vertel of zo, gewoon aan Stef. Maar, en dat was precies rond de 17e. Het is vandaag de 16e, dus ik dacht, nou, volgens mij verklaart dat mijn hele... moed. Hallo. Ik heb net gesport. Keihard benen getraind. En ik heb nog steeds spierpijn ook in mijn borst van borst trainen. Hallo. Ik was even iets bij. Ik heb net gegeten. En ik probeer nu heel veel te eten. Dus in mijn... had ik het... Had het al verteld dat ik vandaag 3 bolletjes met knokworst heb gegeten. Dat is voor mij nu best wel veel. Dus ik was echt trots op mezelf. En ik ga nu even chillen. Of nou, ik moet eigenlijk even een factuurtje maken. Dus dat ga ik even lekker doen. Jullie gaat nog niet onder je dek. Je gaat onder je vliesdeken. Ik vind het wel eigenlijk zo'n gezellig plekje nu. Stef vindt het lelijk en opgepropt, maar ik vind het leuk. Laat even achter in de reacties wat jij ervan vindt. Zo. Me time. Let's go. Hoi. Het is vandaag vrijdag. En ik vlog nu heel slecht de laatste dagen. Ik heb wel heel veel video ideeën. En ik wil mijn vlogs ook leuker maken. Maar ik weet niet zo goed hoe. Ik heb een nieuw ding binnengekregen van Lovis. Daar ga ik volgende week de shoplog ook mee maken. Of deze dagen, maar dat denk ik niet. Pre-workout van Action. Ja, het is dus eigenlijk een beetje als je vlogt, dan kan je niet echt dingen... Ik kan niet echt heel veel jullie geheim houden of zo.
of het niet zeggen. Wat nu een beetje het geval is, is dat ik best wel lang elke dag misselijk was. Elke dag hoofdpijn, moe, buikpijn. Dus ik ben naar de dokter gegaan. En toen ging ze zo voelen op mijn buik en zo. En toen zei ze van, hey, ik denk dat je obstipatie hebt. En dat betekent dus dat het bij mijn darmen allemaal een beetje verstopt zit. Het klinkt heel goor. Maar het is best wel normaal. Best wel veel voorkomend. Dus toen, ik had de hele, zo, totaal niet door dat ik dat had. Want ja, ik had gewoon niet door. En ik had dat in 2014 ook een keertje gehad of zo. Dus ze zei, ik denk dat je het wel hebt. Alleen toen heb ik er niks voor gehad. Omdat waarschijnlijk mijn moeder dacht, oh boeien, weer wat meer fruit eten. Wat meer vezels en prima. En nu heb ik er wel wat voor gekregen. En daar heb ik best wel veel last van. Daar word ik heel misselijk van. En dat is gewoon kut. Dat moet ik nu elke dag nemen. En ik moet heel erg letten op mijn voeding. En misschien denken jullie allemaal too much information. Maar it's just life. It happens. En ik kan wel doen alsof er niks aan de hand is. Maar dat is wel waarom ik nu even wat minder vlog. Omdat ik me gewoon helemaal niet lekker voel. Daarnaast ben ik ook nog ongesteld deze week. Of moet ik ongesteld worden. Maar ik klik de beeld. Nou, you know. The story. Ja. Dus dat is een beetje wat er aan de hand is. En ja, ik nogmaals, misschien denk je inderdaad, yo, dat hoef ik niet te weten of hou je lekker voor je. Maar ik heb besloten om te vloggen en dan moet ik ook alles vertellen. En ik wil ook laten zien, hey guys, ik heb het ook gewoon. Ik heb ook vervelende dingen of zo, weet je wel. Dus ja, ik heb ook gewoon de kwaaltjes en dingetjes. Dus ik moet eigenlijk van 9:30 tot 9:30 werken. En ik heb mijn baas al geappt dat ik me echt niet lekker voel. En om 9:30 staan we echt met 4 mensen. Maar 2 keuken, 2 bediening. Dus dan probeer ik het echt wat te doen. Anders vind ik het gewoon zielig. En ik heb al mijn vitamines genomen. Ik heb vitamine C genomen. Ik heb ibuprofen genomen. Dat is geen vitamine, maar boeien. 2 keer vitamine D, vitamine, ik denk ik heb magnesium genomen, ik heb haar, huid, nagel, dingetjes genomen, ik heb cranberry tablet genomen en ik heb het idee dat ik moet kotsen. Nou, top. Het is ook ik heb me voorgenomen dat ik er gewoon over kon praten. En ik heb het ook al tegen mijn baas gezegd dat ik dat had. Dus ze wist ook dat ik die medicijnen had. Ik heb dan zoiets van, yo, get over with it. Je kan wel gaan moeilijk doen. Maar als jullie ook niet weten wat er aan de hand is, dan denken jullie alleen maar, what the fuck, waarom vlog je niet? En ik heb gewoon wel een best wel goede reden ervoor. Ik heb lekker mijn flarebroek aangedaan. Onze werkbroek. Hieronder zit trouwens mijn blouseje voor werk. Maar ik doe ook even gewoon lekker mijn Nike's aan. Dat ik in ieder geval een comfortabele outfit heb. Ik heb overal spier. Wat doe ik mezelf ook aan deze week? God. God, je kleren. Nou. Get over with it. Thank you.
Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb een vernevelaar binnengekregen. En hiermee kan ik zeg maar mijn stembanden vernevelen. Dus dan, ja, eigenlijk is dat een soort van stomen. Je verzorgt ze gewoon heel goed. Oké, waar kan ik dit ding weer zetten? En dat ga ik even uitproberen. Ik heb het net al schoongemaakt en het zag er echt heel ziek uit. Dus ik ga nu even kijken of het wat er allemaal is. Dat is niet handig, toch? Ik vind het eng. Kijk. Wil je het proberen? Kom dan. Dit is echt gewoon om je stem te verzorgen. Ik vind het echt ziek. I see what you're doing. He's peeing in the garden. Ja, ja hoor. Ziet ze het territorium op de sproeien. Dit is mijn nieuwe shirtje van Lovies. Ik ga eventjes die video opnemen. En daarvoor wil ik het los. Ik ga nu iets best wel iets leuks doen. Ik ga naar de boekpresentatie van mijn neef Jonathan. En die heeft een boek geschreven en uitgebracht. En het heet Voedsel voor je geest. Hij komt ook best wel vaak bij Edith Chanel. Bij Linda Nieuws was die laatst. En nu gaat hij zijn eigen boek presenteren. Dit is mijn outfit. Deze van Lovies. Deze van Topshop. En ik heb hier nog een jasje overheen. Zometeen. Om dit boek te maken. Dus het is een heel bijzonder moment. Dat ik hier staan. Ik ben heel dankbaar. En nogmaals dat ik hier staan. Dat verdien ik heel erg. Dit boek moest ik schrijven. Voor mezelf. Om mijn visie op papier te krijgen. Maar ook. Voor alle mensen, die ook zeggen die het niet meer goed weten en nu eindelijk willen ze willen weten hoe het nou echt zit zonder familie. Dus dat is een hele belangrijke reden geweest. Hoi, dit is het einde van de vlog. Het is vandaag maandag en ik ben gisteren met Stefan naar de Emop geweest. Dat was super leuk. Ik heb daar niks gefilmd, want ik ga niet in mijn bikini filmen. En ik heb gisteren ook even nagedacht over het vloggen überhaupt. Ik ga stoppen met vloggen. Ik ga alleen... Nou, ik ga stoppen met weekvloggen. Ik ga niet stoppen met vloggen. Ik ga elke maand leuke dingen vloggen. Dus premières, leuke dingetjes die ik doe met Stef bijvoorbeeld. Misschien wil ik wel een keertje in een lui lekker dag filmen, maar de ene keer niet en de andere keer wel. En dat post ik dan elke maand weer opnieuw. En als jullie het leuk vinden, dan ga ik elke maand ook even ervoor zitten en elke keer vertellen wat ik heb gedaan. En dat laten zien in het beeld, dus laat even in de reacties weten of je dat leuk vindt. Dus de weekvlogs gaan weg, daarvoor krijgen jullie wel leuke video's per week. Misschien één, misschien twee. Ik hoop dat ik daardoor wat leukere video's kan brengen. Wat meer entertainment, wat meer gezelligheid in plaats van... Hoi, het is vandaag maandag, ik ga niks doen. Hoi, het is vandaag dinsdag, ik ga naar werk. Dat vind ik gewoon stom. Ik wil gewoon iets leuks brengen. En aangezien ik niet elke dag Glamorous Life heb, kan ik dat ook niet elke dag filmen en laten zien. Dus ik denk dat dit het allerleukste is om te doen. Dus laat me weten wat je ervan vindt. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En tot de volgende video. Spannend.